Homerus Ilias, boek 1, vers 1 tot en met 7, het proomium van de Ilias. Het proomium van de Ilias begint met een zevental regels waarin de aanleiding en de inhoud van het boek wordt verteld. En het begint gelijk met het hoofdonderwerp. Menin, de wrok, dat is het hoofdonderwerp van de Ilias. En meer specifiek, niet alleen de wrok, maar ook van wie de wrok is, wordt genoemd. Peleiadio Achilleos, van Peleus' zoon. Peleiadio is een patronymicum. Eindigt ze een iade, een ide woord ziet, dan heb je te maken met een woord dat de afkomst aangeeft. Vaak is het de vader, de zoon van Peleus. En dat is Achilleos, de genitivus van Achilles. Daarmee hebben we het hoofdonderwerp van de Ilias te pakken. Maar in dit geval is de man in accusativus. Want aangesproken wordt de Thea, een godin. In dit geval moeten we denken aan Calliope. En zij krijgt de opdracht met een imperativus aeide bezing. En zij krijgt dus de opdracht om die wrok van Achilles te bezingen. Bij de wrok wordt nog gezegd dat die oulomenen is, verderfelijk. De verderfelijke wrok. Ver uit elkaar geplaatst. En dan volgt er een aantal bijstellingen bij die wrok. Allereerst met een betrekkelijk voornaamwoord. Hè komt er een betrekkelijke bijzin. De verderfelijke wrok die. Eteke, de aoristusvorm van titemi, die bracht. En wat hij bracht, alge, en hier is een alfa weggevallen. De alfa kan elideren, dit is sprake van elisie. Die korte klinker, in dit geval de alfa, maar de epsilon of de omikron kan ook, valt weg als een volgend woord met een klinker begint. Die ontelbare, muria, daarbij is hetzelfde gebeurd. Ontelbaar, algea, ontelbare pijnen, bedroevingen, proevingen bracht. En aan wie staat in de dativus Achaiois? Aan de Grieken. Bij Homerus wordt Achaier vaak gebruikt als een algemene aanduiding voor de Grieken. Dat doet hij niet alleen. Met de schakelt hij over op een tweede aspect van de gevolgen van die wrok. En hij projapsen. En hij gaf prijs. Wat gaf hij prijs? In de accusativus pollas iftimus psychas. Veel sterke, krachtige psychas. Zielen psyche is eigenlijk adem. En alles wat adem heeft, dat leeft. En daarmee is ook het woordje ziel geworden. Vele krachtige zielen gaf hij prijs. Aan wie? Weer in de dativus aidi. Hades. Dat de persoon is ook de omvangsfeer geworden. De Hades regeert natuurlijk over de dode wereld en hier hebben we een personificatie. Dan staat in enjambement op de volgende zinsregel staat heroon. Extra benadrukt, die krachtige zielen die worden prijsgegeven zijn van de helden, heroon. In enjambement geplaatst. Maar dat is niet het enige, dan volgt er nog een derde gevolg van die wrok. En hij tuigen, hij maakte ze, Heloria, hij maakte ze tot prooi. Met deze autos worden dan ook weer die helden bedoeld. En hier hebben we te maken met de scheiding van lichaam en geest. Want terwijl de geest, de zielen naar de Hades gaat, hen zelf, en daarmee wordt lichaam bedoeld, gaf hij prijs, maakte hij tot prooi. Cunessin, een dativus meervoud van Homerus, maakte hen tot prooi voor de honden. En te achteren wordt is Seldas Kai ervoor. Kai, ono, noisi, pasi. En voor pasi, dativus meervoud van pas. En voor alle roofvogels. Dat de lichamen worden opgegeten wordt nog extra benadrukt. Omdat het voor Grieken heel erg was als een lijk onbeweend en onbegraven bleef, maar dan ook nog eens door honden en roofvogels werd aangevreten. Homerus uit wel kritiek op de wrok van Achilles, omdat er veel leed door veroorzaakt, maar zegt hij wel,
Dios en van Zeus, de oppergod, eten Leieto, werd ten uitvoer gebracht en dan Buller, plan of wil van Zeus werd het plan ten uitvoer gebracht. Dus dan wordt het als een groter onderdeel van het plan van Zeus gezien. Dan gaan we verder met regel 1. Muze, bezing de wrok. En dan wordt er heel precies verteld vanaf welk moment ze dat moet doen. Ex hoe, vanaf het moment. En dan ta prota, dat voor het eerst. En vervolgens krijgen we een dualisvorm. De Grieken kennen een zogenaamde tweevoud. Je hebt enkelvoud voor één persoon, meervoud voor meer dan één persoon. Maar de Grieken hadden ook een speciale vorm als het twee mensen betreft. En daarvan is hier sprake. Diasteten is zo'n dualisvorm, een derde persoon. Aoristes, zij gingen uiteen, zij braken met elkaar. En dan doen ze ook nog eens erizante, een aoristes participium, sigma alpha. Van ook weer de dualis, ruziënd doen ze dat. En hier wordt gesproken vanaf welk moment zij moet bezingen, maar krijgen we ook gelijk de oorzaak te horen. Als laatste wordt besproken wie er nu eigenlijk zijn en dan komen pas de twee hoofdrolspelers te sprake. In dit laatste vers is heel erg veel aan de hand. Allereerst hebben we gewoon Atreus' zoon, een patronymicum, bij Atreus' zoon. Dus dit is begint met de naam, die noemen we even A. Vervolgens een bijstelling, die is Anax Androon, heerser der mannen. En vervolgens hebben we Dios, een bijvoeglijk naamwoord, bij de eigen naam Achilles. En dan zien we een ABBA-constructie op basis van gelijke tekstonderdelen, inhoudelijk gezien. Atreus' zoon is gelijk aan Achilles en de Anaxandroon is gelijk aan de Dios. Wel leuke tegenstellingen. De twee mensen die ruzie hebben staan op deze manier zo ver mogelijk uit elkaar. Maar aan het andere is wel dat de Anaxandroon de heerser van mensen tegenover de Dios, de edelgeboren, de goddelijke Achilles wordt gezet.